Onder wereldzeilers bestaat een ongeschreven regel. Als iemand hulp nodig heeft en je kunt helpen, dan help je. In deze aflevering laat Jeroen zich weer van zijn beste kant zien. Wij werden om. Kwart over drie, half vier wakker of zo van iemand die hard zat te toeteren. Wat zou jij doen als je de loterij zou winnen? Ons antwoord? Een zeilboot kopen en op wereldreis vertrekken. Tot we ons op een dag afvroegen, wat als we de loterij niet winnen? Nooit niet. Wat komt er dan van die droom terecht? Dus we doen het gewoon. We verruilden ons huis voor een zeilboot en het grote avontuur. Welkom aan boord. We zijn op Menorca, het meest oostelijke eiland van de Balearen. We liggen voor anker net buiten de stad Mahon en het is tijd om de omgeving te ontdekken. We zijn even aan land gegaan bij de ankerplaats en we gaan eens zien wat al die gebouwen hier te betekenen hebben. Oké, dan. Hey, wat waren jullie ook weer aan het maken? Moordtekeningetjes. En wat wordt het dan? Feestdoekjes. Voor wie? Mama. Waarom maken we iets voor mama? Omdat mama jarig is. Dit is dan op de achterkant en dit is op de voorkant. Slingers hingen er al. We hebben wel een paar nieuwe mooie ballonnen gemaakt. Maar deze vlieger, maar deze slinger, die vliegt. Maar dit is een niet vlieguppie eentje, want hij zit aan een klein steentje vastgemaakt. Oké, dan. Ja, oh, wat heb jij een mooie verjaardagsgoed, mama. Wie hebben die versierd, jongens? Wij. Hey jongens, ja? Wat gaan we kopen in de supermarkt? Ja! Het is met onze bijboot in Planée ongeveer een kwartiertje varen naar het centrum van Mahon. Een prachtige tocht door de natuurlijke haven. We brengen een bezoekje aan de supermarkt en spelen even in de speeltuin, waarna we weer terugvaren naar de boot. Er komen onderweg wat verstekelingen tegen. Goeie. Nou, dat de motor denk ik niet doet. Is er een probleem met de motor? Yes. En als wij ze dan sleepje geven, hoeven ze niet het hele eind te roeien, hè? Dat is aardig voor ons. Oké. 1, 2.
Ja, ze mag een wens doen. Nog plasma, maar zo wordt het toch ijs? Gelukkig niet, dan krijg ik het hartstikke koud. Dan zit je in het ijs. Een half uur geleden was het heel helder, heb je net gezien. En nu is het super mistig. Maar het geeft een mooie gelegenheid om even met de drone te vliegen, denk ik zo. Wat horen we de hele tijd, jongens? Boten. Ja, wat voor geluid? Toet! 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 Waarom? Toet! Ik ben hier! Ik ben hier! Dat denk ik. Hoezo dan, Frank? Omdat wij ze wil... Dus zien, dus ze doen zo. Toet! Ik ben hier! Toet! Ik ben hier! Ja, maar dat is omdat het schijnt de zon. Wat is het dan? Mistig. Ja, kom even in de kuip. Je hebt geen vestje aan. Het is heel mistig en dan kunnen de boten elkaar niet zien. Dus dan doen ze toeteren als ze aan het varen zijn. De zaklamp gaat niet open, Ben. Nou. En hoe klinkt het, Frank? Gaat niet helpen. Nee, mijn zaklampen helpen niet tegen mist, nee. De zon helpt tegen de mist. Niet in Franks gezicht. Oh ja, we gaan binnen. Hey. Mama, open. Nee. Ben en papa ging vals spelen. Ja. Maar jullie hadden de motor ook kunnen starten, toch? We hebben geen motor. Mijn broer en schoonzusje zijn een paar dagen op visite, dus het is tijd om een mooie baai op te zoeken. Kijk maar, een lijn is goed trekken. Heb je al plaats? Dank je. Ja, die zwaai je terug. We hebben nu een echte visser aan boord. Zal dit wat opleveren? Denk je? Ik hoop het wel, want dan hebben we vis. Dan kan ik vis eten. Maar wat gaan we zien? Wat moet je vangen? Zwaardvis. We genieten van het gezelschap en filmen eigenlijk weinig. Hey, waar zijn we dan? Wat is er going on? Het is warm. Het is windstil. De wind die er kwam komt vanaf het land. Dus het is ook geen verkoeling. Dus het is nu zo warm dat je eigenlijk denkt, nou, ik wil erin. Ja. En precies op dat moment willen de kinderen nog even iets afmaken. Gelukkig brengt dit al enige verkoeling.
We kunnen er ook gewoon in natuurlijk, maar... Ja, de zomer moet nog komen, hè? Ja, het is nog geen zomer. Hoe warm is het binnen eigenlijk? Ik zal zo eens kijken. Ik ben benieuwd. 29 graden, zonder wind, warm. Maar ja, allemaal luxe problemen natuurlijk. Het is op het strand nog heter dan op de boot. Ze kwamen hier aan en ik zeg tegen Jeroen, oh, we moeten echt een parasol hebben, want dit is nog maar het begin. En de kinderen die zagen een kindje met zo'n zwemband met een ruitje erin. Dus ja, vonden we wel leuk. Ze hadden geld gekregen van oma voor hun verjaardag. Dus we hebben nu een bandje gekocht. En toen kwam ik terug, zag ik bij de vuilcontainer zo'n hoesje met een parasol staan. Kijk! En die was gewoon helemaal goed. Dus vakantiegangers die naar huis moesten, hebben die achtergelaten. Bedankt. Lekker jongens! Hoe is je lolly? En? Op. Oh, draai om, draai om. Je komt er naartoe. Doe je arm omhoog. Laat je achterover vallen. Zo. Liggen. Oké, daar gaan we. Oh nee, water! Ja, er zijn bandjes onder water nu. Er gaat er water in. Kan je de bonen zien, Frank? Ja. Wat zie je, Ben? Ik zie een zeester. Een zeester? Waar komt die nou weer vandaan? Vanaf de zee. Ja, en waarschijnlijk kan ik hem niet in beeld krijgen. Die zit er ook op de zee. Maar die staat ook op de Middellandse Zeekaart. Ja, hè? Kijken hoe die heet. Gaan kijken hoe die heet. Ja. Waar kunnen we kijken hoe die heet? We moeten. De vissenkaart, hè? Zal ik hem even pakken? Oh ja, dan blijven wij hier. Hier een beetje stekeltjes. O jee. Ja, sommige stekeltjes lijken ook wel een beetje puntjes of ribbeltjes, hè? Ik zie een beetje puntjes uit. Zie je? Welke is die? En dat is deze. Is het die? Ja. Kijk hoor. Hij lijkt er niet op. Dus het nou, is... ik vind hem er wel een beetje op lijken. Ja, dus het maar is die. Rechte smalle pootjes, hij is een beetje roodachtig. Dus het is een... Dus het is deze. Zal ik eens kijken hoe die ene heet? De... De Estrella de Zorra. Is er nog iets? Hoe heet deze? Ik weet niet hoe die in het Nederlands heet. Als de Posidonia politie nu komt, hoor. Yes. Snel ankerketting inhalen. Oh ja, we knallen met een snelheid van 2,3 knopen bij Arenal vandaan. Heerlijke ankerplek. Helaas gaat de wind komt uit het noorden, dus we gaan richting Mahon weer. Yes. Daar liggen we veilig. Aan het zuiden van het hele eiland liggen we eigenlijk goed voor de wind die komen gaat. Best wel sterke wind uit het noorden. Ja, maar we gaan weer naar Mahon. En dan gaan we lekker liggen tot die wind voorbij is. En dan met een beetje geluk, dus over een kleine week, aanstaande zaterdag of zondag, kunnen we naar Sardinië. Dat is nog even afwachten. Arenal, Mahon. Met deze snelheid? 2 dagen. 5,5 uur nog. Voor 14 mijl. Zo, ik zag het thumbnail. Die hoofd nog eens achter je nek. Hand achter je hoofd. Oeh. Wat ook nog wel een leuk feitje is, en ook al wel hoor je de motor op de achtergrond. We zijn op het zeil van de ankerplaats weggevaren. Dus zeil anker op en op het zeil weggevaren. Nu was dat nog wel een dingetje. Er was genoeg ruimte hoor en er lag alleen maar een superjacht van 60 voet in de weg. Mooie zeilboot trouwens. Maar het dingetje was dat we al probeerden op de grootzeil weg te varen. Maar daardoor we zijn zo loefgierig dat we hem niet omkregen. Niet de goede kant op kregen. Op het moment dat Jess het voor zou uitrollen, hadden we controle en zeilden we zo van de ankerplaats af. We moeten daar nog wel even over inlezen, want dat kan beter. Maar het is wel echt een leuke winst behaald vandaag. Het is leuk.
flapper de flap. Yes. Een halve knoop wind is niet genoeg om je zeil een beetje open te houden. Lijkt het. Waarom gaan jullie hard? Omdat iedereen rijdt in Nederland. Waaien! De komende dagen gaat het hier aardig hard waaien. En we verwachten dat de ankerplaats ook nog een stuk drukker gaat worden, omdat dit gewoon een heel beschutte baai is van alle kanten. Dus we hebben het anker ruim uitgegooid, want first come de rest die gaat hem er gewoon overal neerleggen, om maar een plekje te vinden. Dus Jeroen die gaat nu even een ankerboeitje uitgooien aan het anker, zodat mensen in ieder geval zien dat ons anker daar ligt. Lachen! Ik ben een beetje huiverig om erin te gaan. Dat is echt onzin, want het water is 20 graden, alleen omdat ik nu niet zo warm heb. Maar Jessica zegt altijd, het water is net zo warm als gisteren en eergisteren. Ja. Dus het is onzin. Maar je moet wel dieper zijn, dus daar is het koud. Daar is het koud, ja. En dan moet ik een knoopje gaan leggen en zo. Zet hem op, je kan het. Kom maar goed. Moet ik er gelijk in gaan zeker? Ja. Dat is wel beter voor het beeld. Yes, heerlijk. Wow, wat lekker warm. Living the dream. Wow. Yes. Het was voorspeld dat het uit het noorden zou gaan waaien. Eerst uit het oosten, dan uit het noorden, maar behoorlijk stevig. En dat kwam inderdaad. Alleen niet iedereen was daar of goed op berekend of er ging bij sommigen wat fout. Wij werden om kwart over drie, half vier wakker of zo van iemand die hard zat te toeteren. Toen ging Jess kijken en daarna ik. En er was inderdaad een katamaran die... Nou, die lag niet meer op zijn plek. Waar zouden zeggen die daar lag, maar daar heb je niks aan. Maar die lag niet meer op zijn plek en die lag in de vaargeul. En die heeft op een of andere bijzondere wijze een heel mooi Zwitserschip gemist. Daar is hij omheen gevaren op zijn anker op een of andere manier. Mensen lagen vast te slapen. Dus ik ben erheen gevaren. Ook getoeterd en lamp op die boot schijnen, maar er gebeurde niks. Dus toen ben ik erheen gevaren met de bijenboot. En mensen wakker gemaakt. Anker op. Die zat gelukkig nergens achter vast. En op de goede plek weer laten zakken. En toen zat er een X-Jobs achter ons, een Nederlandse boot, die zat ook te seinen toen ik terug naar Jess voer. We zagen een bootje in de vaartuig, dat was de boot die achter ons lag. En daarheen, dat was een oud Frans mannetje in een zeilbootje. En die had een handlier voor zijn ketting en die kon nooit meer zijn eentje die ketting binnenhalen. Anker. Ja, van zijn anker. Dus die man heeft geholpen, ook een nieuwe ankerplek gezocht. Die ligt nog steeds op zijn plek, dus die zal wel liggen te slapen. Alleen ik heb verder niet meer geslapen vanaf 10 uur vanavond. Het is ochtend en iedereen is zonder kleerscheuren de nacht doorgekomen. Maar het is toch wel handig dat je een bijboot hebt die je in 5 minuten kan laten zakken. Het andere kon er alleen maar toeteren en schijnen. En verder niks. Dus. De... Wat zou de poor lonesome cowboy? De taak zit erop, de dag is gered ofzo. De dag zit erop, de taak is... Jeroen. Rode boot en de kattenmaker. Die lagen allebei niet waar ze lagen eerder wel. Deze harde wind uit het noordwesten komt geregeld voor in de Middellandse Zee. Het is de Tramontana.
Deze wind ontstaat wanneer de wind tussen de Pyreneeën en het Centraal Massief in het zuiden van Frankrijk doorwaait en daar wordt versneld door het zogenoemde Venturi-effect. De windsnelheid loopt op tot windkracht 8 en over het algemeen houdt het een paar dagen aan. We zitten nu dus op dag 2 van de storm die 4 dagen duurt. En het is van 10 minuten varen naar de Mahon, naar het centrum, om boodschappen te doen. En met die storm is dat gewoon niet zo lekker, want je wordt vrij nat in de bijboot. Maar ik heb wat steken laten vallen in de bevoorrading. We hebben nu al geen thee meer, alleen nog maar kamillethee, wat Jeroen echt verschrikkelijk vindt. En de chocola is op. De honing is op voor het ontbijt. Ze hebben vanmorgen al pannenkoeken gegeten. Ja. Olijfolie. Olijfolie. We hebben gelukkig wel wc-papier, altijd fijn. Fruit, bijna. Ja, we hebben nog 6 mandarijnen en een bruine banaan. Dus het wordt afzien de komende dagen. Hey, ik heb muesli en ik heb yoghurt, dus het gaat helemaal goed. Maar geen chocola. Welke klachten over de muesli, over de yoghurt? Ja, de yoghurt. Als je zelf yoghurt maakt, dan... Als je zelf yoghurt maakt, dan kwam de vertrekkers-app ook naar voren. Als je hetzelfde kweekje een aantal keer gebruikt, dan kan je een tintelende gevoel van de yoghurt krijgen. Een tintelend gevoel op je tong. Dat kan door een oud kweekje gebeuren, maar ook door te lang op een lekkere temperatuur laten staan. Dan gaat het gisten en dan krijgen ze een licht alcoholische tintelende yoghurt. Daar heeft Jeroen 3 liter van. Daar heb ik 3 liter van, dus ik ben heel gezellig de hele dag. Maar het smaakt anders, liever zonder die tinteling en die alcohol, maar hè. Ik hoef geen brood te eten. En dat is er trouwens ook bijna op, dus het hoofd. Zo, dag 3 van de storm lockdown en ik ben vast even de vlog aan het editen, want het is vandaag vrijdag en tegenwoordig moet ik op zondag de nieuwe vlog live zetten voor de mensen die ons via Petje afsponsoren. En Jeroen is, heeft school gedaan met de kinderen en heeft nu een haai geknutseld, hè? Ga jij laten zien, Ben? En we gaan hem ook naar opa en oma sturen, die vinden dat vast leuk. Na 3 dagen binnen te hebben gezeten zijn we het allemaal wel een beetje zat. We gaan lekker naar het strand zo meteen en dan gaan we lekker een beetje ravotten en springen en klimmen en doen. Want anders worden papa en mama gek. Of de kinderen gek. Uiteindelijk gaat de wind weer liggen en krijgen we prachtig weer. Als je klaar bent met je ogen uitkrabben. Extra lang omdat je wist, dat ik wist dat je zat te filmen. Wat gaan we doen? We gaan naar hierboven. Het fort, er is een naam voor het fort. Ik heb dat niet opgezocht, dat staat daar. Dat vinden we. Wordt vervolgd. Fort vervolgd. Maar we gaan hier naar de vesting die boven op de berg bij de ingang van de baai van Mahon staat. Enorm geval uit de 18e eeuw. Eind 18e eeuw, denk ik. Met een droge gracht eromheen en glacis en een hele rattenplan. Mooi, het ziet er mooi uit. We zijn benieuwd. Ik ben vooral heel erg. En hier gaat Jeroens nautische romanticus sneller van kloppen. Nauticus romanticus, is dat een nieuwe Latijnse benaming van... Zijn nautische historie hart. Ja, ik heb heel veel boeken gelezen over Aubrey en Maturin. Dus de Master and Commander filmen waar Russell Crowe speelt. Hornblower. En nog een aantal van dit soort boeken van Richard Sharp bijvoorbeeld. En die gaan ook over dit soort battlements, over dit soort vestingen en zo. Dat vind ik wel tof. Oeh, gooi je redding, Ben. Vanaf hier zag het er wel goed uit, hoor. Ik had Frank aan de kant moeten beuken om dan Ben te helpen. Nee, ik zag hem hangen en ik dacht, nou, prima. Zal ik hem vasthouden?
We bezoeken het Fort Aleza Isabel Dos, een gigantisch fort dat over onze ankerplaats uitkijkt. Zoals ik vertelde in de vorige video was Mahon een strategisch punt in de Middellandse Zee vanwege de enorme natuurlijke haven. De Fransen, Britten en Spanjaarden vochten om het eigendom. In 1802 wordt het eiland Spaans en in 1847 wordt begonnen met de bouw van het fort zoals we het nu kennen. Het is enorm en we zien er uiteindelijk maar een klein stukje van. Een grappig feitje, het fort zelf is nooit aangevallen. En hier stonden we al die cirkels, door al die gaten, stonden we genoeg. Ik kom zelf wat binnen. Wil je ook kijken? Ik kom er zelf wat binnen. Nou, wat dit is, hier heeft ooit een kanon op gestaan, die heeft hier vastgezeten. Daar zat het vast. Dan kom je draaien met een wiel hier op. Kom je heen en weer gaan. En dan loopt ze naar buiten en dan kom je naar buiten. Oefen. Schieten. Boom, boom, boom. De toeg. Toeg is ontdekken. Ja, kijk wat er meer van moois te vinden is. Dan gaan we de nummer 2 volgen. Oh. Kan dat dan zijn? Een wachttorentje, denk ik. Hoe lang zijn we hier al? Bijna 3 weken. We waren hier op donderdag voordat de tramontana kwam. Vrijdag. Weet ik dat? Ik weet niet welke dag het is vandaag. Maandag. Nee, het is vandaag maandag. We zijn hier nu 2,5 week. En er is eindelijk goede wind om richting Sardinië te vertrekken. Ja. Morgen. We hebben niet zoveel gefilmd de afgelopen 2,5 week, want we werden best wel burgerlijk. Een soort van werken en ritme en niet zo spannend leven. En de dagen zagen er echt uit als, wat gaan we vandaag doen, naar het strand, naar de speeltuin of allebei. En we moeten boodschappen doen en dat was een beetje ons leven hier. Ja. Wat ook wel lekker was. Ja. Maar het is wel tijd, dat fijn dat we weer door kunnen. Ja. Morgen naar Sardinië, maar vandaag nog een paar klusjes. Ja, nog even voorbereiden. Motorcheck. Jij hebt gisteren de romp al schoongemaakt. De romp is schoon, dus we gaan keihard naar de overkant. Ja, het is 190 mijl naar Sardinië. Ja. Dus we doen daar wel een dag en een nacht en nog een dag over. Ergens tussen de 30 en de 35 uur. Eerder 35 dan 30 denk ik, want de wind is niet zo sterk. Nee, dat is de verwachting. Maar we gaan erachter komen. Je ziet het volgende week. Tot dan!